Zakaria, kun jij uitleggen hoe jij deze wedstrijd hebt ervaren? Nou, we begonnen goed aan de wedstrijd. We creëerden kansen. En we verdedigen goed als team. Alleen, je weet dat PSV natuurlijk een sterke voorhoede heeft. En dat ze echte killers hebben, dat heb je vandaag wel gezien. Ja, waarom kan dat dan eigenlijk? Dat het met name verdedigend dan op een gegeven moment, dan lijkt het gewoon te breken. Alsof jullie uit elkaar vallen daarachterin. Ja, klopt. Dat heb je goed gezien. Maar dat heeft denk ik iedereen vandaag gezien. We verdedigen niet meer samen, we laten elkaar vallen, we zijn geen team meer. En ja, helaas. Is dit de echo een beetje het gevolg ook van die wedstrijd vorige week? Herken je dan de fouten terug vandaag? Ja, dat herken ik zeker. De 4 doelpunten die we tegen kregen in Twente. Het is een beetje vergelijkbaar als vandaag. Elke steekpaas was een kans voor hun, dus ook een doelpunt. En je weet dat ze klassespelers hebben en die missen geen kansen.